Dit jaar hoeft u helemaal niet op vakantie naar Frankrijk. Nee, Frankrijk komt naar Leusden. In de Franse maand, in mei, heeft onder andere Ton Wevers de Franse maand georganiseerd. Vertel. Maar Ton Wevers gaat wel naar Frankrijk in juni. U gaat ook nog naar Frankrijk? Ja, dit is dus een voorbereiding op de Franse maand en straks op mijn vakantie in de Aveyron. En daar zie ik naar uit. Dus dat wordt 2 maanden Frankrijk, denk ik. We hebben een Franse maand met heel veel dingen. Ik zal ze niet allemaal opnoemen. Maar de cultuurorganisaties in Leusden. Jullie kennen waarschijnlijk de IJsbreker wel. De muziekschool, zeker het kunstgebouw, de bibliotheek. Al die organisaties zijn bezig geweest bijna een klein jaar om allerlei leuke dingen te organiseren. Ja, en dan gaan we naar het officiële gebeuren. De burgemeester met fantastisch mooi, de Amstkettinghonden heet dat, die gaat officieel de Franse maand openen. Ja, burgemeester, dan gaan we toch eens kijken wat er onder dat rode kleed zit. En aan u de eer om te kijken of we dat er keurig af kunnen krijgen. Dan zal ik dat kijken eens even. De Eiffeltoren. Symbool van Parijs en Frankrijk. Hartelijk dank. U wilt nog wat zeggen, heb ik begrepen. Zal ik hem in standaard doen? Iedereen kan eigenlijk de komende maand een beetje vakantie vieren, maar dan in eigen land. Au jardin, hè, zijn we dan. In de tuin heet dat. Ik vind het een geweldig initiatief. Ik ben het ook graag komen openen. En ik hoop dat het zo'n succes wordt dat we volgend jaar wellicht wel een Italiaanse maand gaan beleven. In ieder geval, iedereen heel veel plezier. Maak gebruik van veel activiteiten. En wees trots op dat je in Leusden woont. Naast mij staat burgemeester van Leusden, Annemieke Vermeulen. Zij heeft net het hele evenement geopend. Hoe was het om deze opening te doen? Nou ja, zoals ik al zei, een mooie verlenging van de vakantie. Hè? Veel mensen hebben nog vakantie deze week, maar buiten is het niet zo heel lekker weer. Dus iedereen moet gewoon lekker naar de tuin komen en naar Leusden, waar op allerlei locaties Franse activiteiten zijn. Want eigenlijk is op vakantie gaan helemaal niet nodig nu deze Franse maand hier is, of wel? Nee hoor, je kunt hier eigenlijk van alles krijgen. Je hebt de cabaret, de film, in de bibliotheek zijn dingen te doen. Voor kinderen is er wat leuks te doen. Dus nee, je hoeft niet zo ver te rijden om het enorm naar je zin te hebben. Mevrouw, bent u bij de opening van de Franse maand in Leusden? Bent u van plan bepaalde dingen te gaan bezoeken deze maand? Ja, ik denk wel. Nou, vanmiddag was het al heel erg leuk voor mijn dochtertje van 4+. Maar ik vind Bistro Blink denk ik ook wel heel erg leuk om te doen. Voor de ouderen. Dus daar hebben wij een beetje naar gekeken. En verder, ik heb gehoord dat er zang is en misschien wat cabaret. Heeft u daar ook interesse in? Ik heb er wel interesse in, ja. Ja, maar ik weet niet precies wanneer het nog is. Dus weet u dat? Ik zou het hele programma niet uit mijn hoofd weten. Ik geloof dat op 17 mei er een cabaretvoorstelling is van Patrick Nederkoorn. Ja. Nou, ik denk het wel. We hebben het programma in de bus gekregen en zelf meegenomen bij de bibliotheek. En ik vind het wel heel leuk, want Leusden is toch wel Frankrijk liefhebber volgens mij. Dus, wat vindt u ervan dat deze maand georganiseerd wordt? Ja, leuk. Het is gewoon voor iedereen, voor elk wat wils, denk ik. En typisch iets voor Leusden. Dus ik vind het heel erg wat leuk. Wat zou u zelf nou heel erg leuk vinden om naartoe te gaan? Er zijn een paar mooie films die ik in de aankondiging zag, maar er is ook een plaatsgenoot van ons, Marije den Hartog. En zij schrijft ook veel over Frankrijk en zij komt hier een avond vertellen over het dagelijkse Franse leven.
Nou, en dat vind ik wel heel mooi dat we het niet alleen kunst en cultuur van buiten halen, maar dat we ook onze eigen mensen hier op het podium zetten. Dus dat lijkt me heel erg leuk. Heren, wat vindt u van de Franse Maand? Een uitstekend initiatief om weer een beetje reuring en leuzen te maken. En wat heel belangrijk is, dat er ook wel een aantal clubs gewoon lekker samenwerken. Dat we samen voor Leusden het weer een beetje leuker maken. In tijden waarbij allerlei geldkranen dichtgaan, toch gewoon leuke dingen proberen te doen. Prima. Wat vindt u ervan? Nou, ik vind het fantastisch, vooral omdat het allemaal gerund en georganiseerd wordt door vrijwilligers. Met niet al te veel subsidie. Er is een fonds samenlevingsinitiatieven, daar krijgt men wat uit. Maar voor de rest is vooral vrijwilligerswerk en dat vind ik fantastisch in Leusden. Het is een samenwerking van volgens mij 4 verschillende culturele organisaties. Wat vindt u ervan dat ze het zomaar voor elkaar gekregen hebben? Nou, dat is eigenlijk de kracht van Leusden. Leusden werken mensen gewoon graag en veel met elkaar samen. En we hebben alles. En het wordt gewoon, het wint aan belang als je samenwerkt. En dat hebben ze in Leusden gewoon heel goed begrepen. En dat maakt ook dat het breed wordt en voor jong en oud. En dat de locaties ook allemaal goed tot hun recht gaan komen. Toen hoorde ik u ook al zeggen, volgend jaar misschien een Italiaanse maand. Zou u dat leuk vinden als we verschillende landen behandeld worden, om het zo maar te zeggen? Ja, ik vind het thema leent zich natuurlijk enorm voor een uitbreiding. En naast Frankrijk is Italië eigenlijk persoonlijk mijn lievelingsland. Dus ik dacht, ik geef vast een voorzetje. Je weet maar nooit. Oké, bedankt en veel plezier deze maand. Dankjewel, gaat vast lukken. Ik ben mooi aan het spelen, meneer. Wat heeft u met Frankrijk? Ja, Corion. En verder? Ja, ik ga er af en toe naartoe op vakantie. En ja, dat is het. En lekkere wijn natuurlijk. Wat vindt u van deze maand, dat die de Franse maand georganiseerd is in Leusden? Ja, ik hoorde het via de mail een poosje geleden van Scholen in de Kunst, waar ik lesgeef. En ik denk, nou, dat is een hartstikke leuk initiatief natuurlijk. En het is ook goed voor die kids dat ze ermee in aanraking komen. Is het idee van de Franse maand dan tot stand gekomen? Nou, dat is heel spontaan geboren. Een van onze vrijwilligers, die is ook hier vanmiddag. Zei een jaar geleden van Ton, kunnen we niet eens een Franse maand organiseren in mei? Want we wilden het seizoen een beetje verlengen. En toen zei ik, dat lijkt me leuk. Nou, en zo is dat geboren. Dan moet je een jaar van tevoren artiest al vastleggen die iets met Frankrijk te maken hebben. En vervolgens is dat als een sneeuwbal gaan rollen. Er zijn de andere cultuurorganisaties, de IJsbreker, Kunstgebouw, Bibliotheek, Latent Talent, de Harmonie, Lesudina, Jeu de Boel, noem maar op, hebben zich aangesloten. En daarnaast nog een aantal leuke bedrijven hier in Leusden die ook meewerken. Dus dat is fantastisch. En dat hopen we volgend jaar met een ander land weer eens over te doen. Heeft u zelf ook voorstellingen waar u naartoe wilt gaan of dingen die u wilt bezoeken? Ik heb ze nog niet, maar ik heb wel uitnodiging gehad. Ik ben bij de opening al geweest in bij de Rabobank. Dat is Latent Talent. Heeft daar een hele maand lang werk van hun eigen schilders hangen. Ik heb net een uitnodiging gehad om, en dat is buiten dit allemaal om een potje te komen Jeu de Boule bij de vereniging. Echt Frans, hè? Echt Frans, en die doen ook mee, die zijn ook aangesloten. En er zijn een heleboel voorstellingen waar ik gewoon een keuze uit moet maken, want het is een veelheid aan activiteiten die er zijn. Hoe is het programma eigenlijk tot stand gekomen? Nou, wat ik al zei, een jaar geleden zijn we als De Tuin al begonnen om te programmeren, want wij moeten echt een jaar van tevoren aan de gang. En daarnaast zijn de anderen erbij gekomen, net zoals de IJsbreker doet dus een pubquiz. Nou, daar hoef je geen jaar van tevoren te organiseren. En ook een disco, een Franse disco. Dus een aantal dingen als puzzelstukjes viel het wel in elkaar. En we hebben natuurlijk van het Fonds Samenlevingsinitiatief in Leusden een heel mooi bedrag gekregen als subsidie om met elkaar ook te organiseren. En dat betekent dat we ook een aantal dingen gratis kunnen aanbieden aan de inwoners van Leusden. En daarnaast zijn er ook een paar prachtige exposities. Hier in De Tuin is een expositie van schilderijen van kunstverenigingen uit Leusden. Maar ook bij de Rabobank is een expositie van leerlingen, moet ik zeggen, van Latent Talent. Die daar ook prachtige schilderijen met het thema Frankrijk hebben gemaakt. Van de IJsbreker. Ja,
zeker. Dus wij doen sowieso zelf de Franse quiz en de afsluitende Franse disco. Daar ben ik op dit moment al de Franse disco hits voor aan het selecteren. Want dat is, wat voor hits zijn dat dan? Nou ja, iedereen roept dan onmiddellijk de poppies, hè. Non, non, rien à changer. Maar er zijn ook nog wel wat andere van die hele foute hits uit de 60er, 70er jaren. Die toch gewoon in het Frans zijn. Dus je moet op zo'n avond natuurlijk langskomen. Wat betekent dit volgens u voor de Leusdenaren? Zo'n maand vol Franse cultuur en... Nou, dat is een hele goede vraag. En die hopen we natuurlijk eind mei concreet te kunnen beantwoorden. Wij hopen door alle publiciteit, daar helpen jullie ook aan mee, dat we veel Leusdenaren bereiken. Dat ze een keer komen kijken naar of een voorstelling, of een film, of een activiteit. Maar dat ze zeggen van jongens, daar leeft wat in Leusden. Want dat is de bedoeling, dat we gewoon hier wat mogelijk maken met elkaar. Ik ben zeker van plan ook om met mijn kleinkinderen een van de voorstellingen, of misschien meer, want er zijn ook voorstellingen voor kinderen vanaf 4 jaar. En het is hartstikke leuk als opa om daarmee hier naartoe te gaan. Waar kijkt u zelf het meest naar uit? Naar welke voorstelling of iets anders? Nou, naar een paar dingen. Aanstaande zondag is hier een prachtig jazz gecombineerd met chansons. En dat heet Sessie Bon. Echt fantastisch. Zondagmiddag 4 uur. Dan hebben we volgende week donderdagavond Mireille den Hertog. Die woont hier in Leusden en die heeft heel veel dingen van Frankrijk. Franse weetjes hebben we dat genoemd. Een hele leuke avond wordt dat. Aangekleed met wijn en kaas en alles wat je kan bedenken. En waar ik heel erg naar uitzie is 23 mei. Liedjes van Charles Aznavour door Marijn Brouwers. Marijn Brouwers is vorig jaar ook geweest. Toen heeft hij liedjes van Frans Halsema gezongen. Dat was fantastisch. En nu zingt hij liedjes van Charles Aznavour. Nou, dat zie ik echt naar uit. En wat staat er op het menu vanavond, de Franse maaltijd? Nou, dat zal ik vertellen. Ik heb vanmiddag nog een Twitter uitgestuurd, of een tweet, over de bouillabaisse die bij Bling wordt geserveerd, de bistro Bling, de komende maand. Gecombineerd met escargots. Dus ik heb gezegd, ik kom vanavond of morgenavond even proef eten. En bouillabaisse is een van de lekkerste gerechten die je kunt bedenken. Is het precies? Nou, ik maak het zelf elke zomer. Dat komt uit Marseille. Vroeger werd dat ontstaan door zeg maar, de vissers die in de haven kwamen. En het oude visafval in een grote pan gooiden en tot iets maakten. En dat heet dan bouillabaisse. En daar is natuurlijk een prachtig recept van. En dat is heerlijk om vis en daarover die prachtige bouillabaisse met daarbij roeien en stokbrood. Nou, je weet niet wat je allemaal proeft hoor, zal ik je vertellen. Dat wordt smullen. Ik zeg eet smakelijk en een hele fijne maand. Nou, dat zullen we zien. En ik hoop dat jullie nog eens een keer terugkomen. En dat heb ik begrepen dat dat ook gebeurt. Dus dat ben ik zeker niet. Ja, oké. Okay. Bedankt. Bedankt hoor. Ja hoor. En dan zeg ik, au revoir. Gaat hartstikke goed komen.